Hallo en welkom terug in de videoreeks die jou leert programmeren in Python. In deze video breiden we de functionaliteit van de functie print nogmaals uit. Daar hebben we een uitstekende reden voor. In vorige video's leerden we hoe we gebruik maken van de forlus, de letters van een string en de elementen van een lijst op afzonderlijke regels van het scherm kunnen afdrukken. Die voorbeelden waren erg nuttig om ons de werking van de forlus aan te leren en om te laten zien dat een lijst als collectie in een forlus gebruikt kan worden. Maar voor het op afzonderlijke regels afdrukken van de verschillende elementen van een lijst hebben we helemaal geen voorlus nodig. Opnieuw volstaat het de build-in functie print te gebruiken. De functie print gebruiken we al een hele tijd om de waarde die werd toegekend aan een variabele op het scherm te laten afdrukken. We tonen meteen dat dat ook lukt met een waarde van het datatype list. Die waarde hebben we trouwens opnieuw toegekend aan een variabele met de naam Lotto 29 januari 2020. Het uiteindelijke resultaat verschijnt met vierkante haken en komma's tussen de verschillende elementen. Dat maakt meteen duidelijk dat we een lijst in zijn geheel afdrukken. Vaak zijn we enkel geïnteresseerd in de verschillende elementen die in de lijst voorkomen en niet in de lijst als geheel. Hoe kunnen we de afzonderlijke elementen uit de lijst afdrukken? Kijk wat er gebeurt als we in de functie print de naam van de variabelen vooraf laten gaan door een sterretje. Het valt op dat de typische kenmerken van een lijst, namelijk de vierkante haken en de commas, niet meer getoond worden. Het afgedrukte resultaat geeft enkel nog een overzicht van de verschillende elementen in de lijst. Als er geen commas meer gebruikt worden om de verschillende elementen van elkaar te scheiden, hoe gebeurt het dan? Wel, we weten dat het scheiden van afgedrukte waarden in de functie print geregeld wordt door het keyword argument sap. Dat is hier niet anders. Vermits er geen expliciete waarde werd toegekend aan een keyword argument sap, wordt de standaardwaarde voor sap gebruikt, de spatie dus. Kijk maar wat er gebeurt als we aan het keyword argument sap een andere waarde toekennen. De verschillende elementen worden niet langer gescheiden door de standaard spatie, maar wel door de stringwaarde die werd toegekend aan het keyword argument sap. Als we willen dat elke waarde op een afzonderlijke regel getoond wordt, volstaat het nu om aan het keyword argument sap de stringwaarde backslash n toe te kennen. Kijk maar. Zoals je kan zien hebben we helemaal geen voorlus nodig om de verschillende elementen van een lijst op afzonderlijke regels te laten afdrukken. Het toevoegen van het sterretje bij het gebruik van de functie print hebben we echter niet toevallig ontdekt. Ook dat was terug te vinden in de Python User Manual bij de beschrijving van de functie print. Hier zie je nogmaals het stukje over de build-in functie print dat we intussen al verschillende malen toonden. De aandachtige kijker was het sterretje vlak na het openingshaakje van de functie misschien al opgevallen. Dit sterretje hadden we trouwens ook kunnen gebruiken om de verschillende letters van het woord yoghurt op afzonderlijke regels te laten afdrukken. Kijk maar. Daarmee is nu helemaal aangetoond dat we geen forlus nodig hebben voor de afzonderlijke regels afdrukken van de verschillende elementen van een lijst of van de verschillende tekens van een stringwaarde. Neem ons niet kwalijk dat we dit enkele video's geleden niet meteen getoond hebben. Door dit tijdelijk achter te houden hadden we een schijnbaar goede reden om de forloes te introduceren. In deze video leren we de functie print gebruiken om een lijst af te drukken als geheel, maar ook als afzonderlijke elementen op afzonderlijke regels. We leerden de bijzondere rol van het sterretje in de functie print kennen. Dat volstaat alweer voor deze video. Ik zie je graag terug in de volgende. Tot dan. Dag